Restaurant Het Brouwerskolkje in Overveen is sinds 2002 in handen van chef Moshiek Rood. Dit voormalige pannenkoekenhuis heeft Moshiek binnen enkele jaren omgebouwd tot een 2-sterrenrestaurant. Dat klinkt al geweldig, maar Moshiek wil nog meer in 2012. We gaan verhuizen naar Amsterdam. Midden volgende jaar. Waarop daar we beginnen eigenlijk ons race naar ons doel. Beste restaurant van de wereld worden. Moshiek is niet bang voor de crisis. Hij gelooft dat mensen ook in tijden van recessie een hoge prijs willen betalen voor goed eten. Ik kan aanbieden plus één, dus de verrassing element erbij te zetten. Dan denk ik dat de prijs zal niet ondergeschikt zijn, maar zal gewoon acceptabel zijn. En dit is wat ik zeg, ja, dit is de value plus één, dus de verwachtingpatroon plus één. Dit is eigenlijk onze secret voor de succesvol. Volgens Moshiek mag een succesvolle ondernemer niet angstig zijn. Hij moet een visie hebben. Ik kom uit in Israël, moeilijke jeugd gehad en strijden. Is een deel van mijn leven. Ik zie dat gewoon als een natuurlijke gevolg, zeg maar, voor wat ik doe hier bij Brouwerskolkje. Dus ik heb de angst niet. En natuurlijk, ik heb een bepaalde zorgen voor. En dan deel ik dit gewoon met mijn partner. En hebben wij een bepaalde strategie voor moeten bedenken, maar dat zit niet echt in angst. En Moshi, wanneer ben jij nou tevreden in 2012? Ik verwacht gewoon volgende jaar Amsterdam krijgen een bijzondere locatie, Nederland krijgen een bijzondere locatie en een verbindingplek waarop gastronomie op een hoger niveau is. Als je dit is bij elkaar gekregen in december 2012, dan ben ik voldaan. 2012, het jaar van Moshiek Rood.